De conceptwet van de belasting toegevoegde waarde, BTW, is af. De BTW, ook wel omzetbelasting genoemd, moet volgens planning medio dit jaar worden ingevoerd. Dat zegt NDP-parlementariër Amzat Abdul. Aanvankelijk zou de BTW reeds in januari worden ingevoerd, maar de voorbereidingen van de wet verliepen niet zonder problemen. De invoering van deze vorm van belasting moet de inkomsten van de staat verhogen. De overheid verwacht ruim 400 miljoen SAD te innen met deze nieuwe regel. De invoering van de BTW wordt nu voorbereid door het ministerie van Financiën. Ik heb gehoord er is al een conceptwet en als ik het goed heb, zou die al bij de, door de RVM zijn behandeld en zou die bij de staatsraad liggen. Maar houdt u me dat ten goede hoor? Ik denk dat het daar ligt. Maar het kan ook zo zijn dat ze ermee bezig zijn. Maar ik weet wel dat er een conceptwet al is voorbereid. Als alles goed gaat, zou hij eigenlijk zou volgens de planning midden van het jaar BTW worden ingevoerd. Abdul verwacht dat er prijsstijgingen zullen volgen na de invoering van de BTW. Dit zal voor enige ophef zorgen, maar uiteindelijk zal er rust zijn op de markt. U weet, BTW is ook een politiek issue, omdat een van de zaken of een van de gevolgen van de invoering van BTW is dat je best wel een verhoging, een prijsstijging krijgt om daarna weer een stabilisatie te krijgen. Of dat geoorloofd is, die discussie moet nog worden gevoerd hier in de Nationale Assemblée. Tot zover NDP-parlementariër Amzat Abdul over de invoering van de belasting toegevoegde waarde. In veel landen wordt deze vorm van belasting al geheven. De BTW zal slechts gelden voor luxe goederen.